The enemy is under attack. Alleen hoeven met ons allemaal ons naar diensten staan, zullen wij ons verdienen. Ik wil het even hebben over onze strijdmakker die nu opgesloten is. Dat is Adin. We hebben ook een andere strijdmakker die 3 maanden of 4 maanden geleden dood zit ook in het gevangen. Maar laat me u zeggen, beide mannen houden zich taai. Zeker Ashwin houdt zich taai. Onze ex-VP van het land. Hij is sterk. En hij zal zich zeker ook niet als zodanig laten gaan om zich gewonnen over te geven. Integendeel, hij is een vechter en de NDP staat achter hem. De NDP staat achter onze ondervoorzitter. Wij zullen hem niet laten. We staan achter de familie. We ondersteunen de familie. En we zullen alles eraan doen dat hij zo gauw mogelijk vrijkomt. Als het niet vandaag nog is, dan moet het morgen. Maar hij moet vrijkomen. Wij gaan dit niet pikken. We gaan het niet accepteren. No way. Er zijn geen redenen om onze ondervoorzitter, onze gewezen vicepresident, langer vast te houden. Het enige wat we willen doen is de NDP kapot maken. Maar NDP, Junoman Brokko. Junoman Brokko NDP. Laat dat duidelijk zijn. Maar u moet u klaarmaken nu voor een harde en lange strijd. We gaan strijd moeten leveren. Yo, Abi Tiksla. En we hebben iedereen nodig. De NDP is under attack. Ze hebben een kameraad van ons aangehouden, opgesloten. Niet zomaar iemand, dat is Rodney Brada. Onze ex-VP, onze ondervoorzitter, onze DNA-lid. Gisang, die vernieling, die verduistering. Wie? Ashwin. Jimwa Bigibrek. Echt waar. Ze zijn al een tijdje met ons bezig. De meest kritische mensen van de NDP, iedereen willen ze moeilijk maken, iedereen willen ze opsluiten. Vorige week ben ik zelf opgeroepen in een case van meneer Ramsamuch, die Trinidadiaanse consultant. En ze proberen met alle macht dat te linken naar de voorzitter, naar de NDP, alleen om de NDP zwart te maken, alleen om mensen te criminaliseren. Het is niet correct wat ze met ons doen. We hebben waarschuwingen op waarschuwingen gekregen. En het is intimidatie op hoog niveau. Het openbaar ministerie wordt ingezet door deze mensen. Alleen om ons moeilijk te maken. En dat is zeer gevaarlijk. Criminaliseren van onze leiders, van onze kritische mensen. De blakkajoening, terwijl zogenaamd wat onderzoek deed. Je naam wordt in de media gegooid, wordt in de media te grabbel gegooid. En dan zeggen ze er is een onderzoek gaande en in de tussentijd gaan we je even opsluiten. Anno Kang, we zijn richting politiestaat. Alles waar ze de NDP voor hebben beschuldigd, dat doet deze regering. Dat doet deze president. Het is overduidelijk de verwevenheid van het Openbaar Ministerie en deze regering. Ik heb ook vrienden bij de VHP. Ze zeggen me pas op, je bent te kritisch, je gaat te veel op social media. Het kan niet. Er is een lijst van toppers die ze willen uitschakelen. Ik hoor dat ik ook een van degenen ben die ze willen uitschakelen. Mocht het zijn dat ik vallen, so be it. Laat ze komen. Ik weet dat ik niks heb gedaan. Gado Saptak nooit meer voor was in zijn heer Libi. Nu mee vrede de Chobo Mofo. Mek den kom. Misa wakti de na oso. Nooit de man om abroko NDP. NDP na ba na bom. Min aftak moro. Ose di sigaret jimmy. Wat ik dus vanmiddag wil zeggen is dat NDP is under attack, ja, al een tijdje. En ook Gomorrofara, misaptak naar dat nabedoeling. Maar het is niet alleen NDP. Wanneer dit wordt gedaan en men vindt een kans om dit te doen en het zo te doen,
Wel, dan is er geen enkel barrière meer om iets te verzinnen waardoor je een gewezen ambtsdrager, DNA-lid, gewoon kan gaan ophalen en zeggen nee, maar dit valt niet onder die wet. En niemand controleert of dat werkelijk zo is. Dus de vraag is ook nog in hoeverre die aanklacht ook werkelijk valide is. Maar het doet er voor mij niet toe. Wiens was Madouansani? Er is een wet die zegt hoe het moet gaan en die wet is overtreden. De zaak is in een nutshell zo gelopen. Zoals u weet, was het de bedoeling om aan het Dove Instituut een gebouw te schenken. En natuurlijk kon je niet een leeg gebouw schenken. En het kabinet van de vicepresident zei, we hebben vrij goede spullen, maar u weet, het gaat naar de technologie. De zaken gaan heel erg snel. Als we deze zaken afschrijven, kunnen we het geven aan het Dove Instituut en kunnen er andere worden aangeschaft. Het Dove Instituut op haar beurt heeft gevraagd om de zaken niet daar te laten, aangezien er vrij regelmatig wordt ingebroken. En men stuurde de zaak terug en die bleef dan onder beheer van een van de technici, de heer Dankerlui. De heer Dankerlui heeft gezien hoe deze regering opereert en hij zegt, VP, beter je hoorde saneren, want Tamara en Omeer tak niet voor sani. Op 11 augustus zijn de zaken overgedragen aan de onderdirecteur van het kabinet van de huidige vicepresident. En daarbij bleek een lamp beschadigd te zijn. Hoe dat komt, over en weer, kortom, mensen moesten zaken weghalen, bijschroeven. In elk geval, het was een feit. En de vicepresident Adin heeft direct de vicepresident Brunswijk gebeld en gezegd, ik heb spullen hier, maar er is één beschadigd en hoeven er geen probleem van te maken. Mijn kabinet is bereid als je wil daarvoor te betalen. De zaak is al door jullie overgenomen. 11 augustus. No spanno, spanno, span. Welke vouwe zitting? Dus ze schijnen die term vaak te gebruiken. Welke vouwe zitting? Maar natuurlijk hebben we de laatste tijd gezien dat Adin geen gemakkelijke vragen stelt in de Nationale Assemblée. En de laatste tijd heeft hij een paar hele pijnlijke vragen gesteld. En ik heb de indruk, ik weet niet of ze zouden zeggen, maar ik heb de indruk dat Adin Bouvastemawa uiteindelijk hadden ze misschien moeten bekennen als dat zo is wat wij zo aan het onderzoeken zijn, dat die gasten zwaar aan het witwassen zijn. Dus Adin moet worden uitgeschakeld. Adin moest worden uitgeschakeld. NDP onder attack. Er zijn zaken gebeurd die we nu niet gaan aanhalen.
zaken waar wij zelf ook debet aan zijn. We gaan geen schuldigen aanwijzen, maar wij gaan een ieder overtuigen dat wanneer deze partij onder attack is, dan is Suriname onder attack. Ik krijg steeds meer het gevoel dat dit land door stagiaires wordt gedraaid. En ik kan u zeggen, het doet me pijn. Net zoals het me pijn doet wanneer men de wetten hier vertrapt ten aanzien van Adin. Let's just be honest. Als er zaken zijn welke daadwerkelijk strafbaar zijn, dan moeten de regels in acht worden gehouden. En daar zullen wij achter gaan staan. Dat hebben wij elkaar geleerd. Maar laten we niet willens en wetens scenario's maken om mensen uit te schakelen. Dat soort zaken zijn pijnlijk. Men is op oorlogspad met ons, maar wij verkeren nog in vredige stemming. Laat me het nog een keer herhalen. Men is op oorlogspad met ons, maar wij zijn nog in vredestemming. Maar u weet dat deze partij ook oorlog niet speelt. Daar gaan we niet voor. In 1982 zei een bekende leider, ideale leider, echte leider: if they come, make them come. If I'm boss, make a boss. If campagne met campagne. En dus dat Godoro. Dat is belangrijk. En Atikiri Muswiki. Want we hebben genoeg geslapen. Genoeg en we hebben genoeg. Bedankt. Mijn vraag is: wanneer kunnen we op straat gaan? Mevrouw. Komt u terug met die microfoon. Mevrouw, komt u terug met die microfoon. Even stilte. Ja? Stilte, hou even vast. Stilte. Mevrouw, wilt u die vraag nog een keer herhalen? Wanneer kunnen we op straat? Mensen, uw mondkap, social distance, hou daar rekening mee, AUB,